camera. Net als toen met Peter R. de Vries en die Jorah van de Slootmarkt keek. I know, die is puus, brother. I know. Kom je boel mama, man. Kom je boel mama, Bounty. Wat is het? Wat Badouchi, je moet uitgaan met deze boy, niet met die Mariko. Kijk wat ik kan met mijn tong. Hey Bounty, gisteren was je moeder bij mij thuis. Ik heb me laten trillen. Zo, ging trillen. Hey Bounty, ik ga je schieten met die mes, wa. Ay na, je bent vies, brada. Kom guns kopen, guns. Bam, bam, bam. Ik heb geen guns, opzouten. Je gaat liegen tegen mij. Hey jongens, ga geen maar probleem, weg. Geen probleem. Wacht, ik zoek het zelf. Kijk hier, een kussen met Van Gogh erop. Wie de fuck gaat daar nou zitten met zijn kont, man? Dat is heel erg populair. Heel populair? En deze zeker ook. Met Rita Verdonk, Wilders. Wie gaat daar nou met zijn reet op zitten? Uitgeprocedeerde asielzoekers, dat is heel populair. Nou wegwezen uit de winkel. Appels en lieg, man. Ik zweer het je, ik denk net zonder die tv liggen. Jongens, alsjeblieft, ga nou weg. Ho, saf is stop. Oké. Hey, die guns zijn kakker, man. Ze willen niet eens draaien, man. Wat voor guns zijn dat? Nee, deze is hard. Deze gun is goed. Hoe de fuck hou jij een gun vast, jongen? Dat zie je toch, jongen? Zwaar man is de society, man. Jongen, wat de fuck richt je die shit op mij, jongen? Brad Pitt in 7, die haalt op zo vast. Hoe de fuck wil je zo iemand neerschieten, jongen? Heb jij überhaupt wel eens geschoten? Vaak, jongen. Jij? Zie je die oude Kate daar? Ik schiet dat hele raampje kapot. Dat is makkelijk, toch? Kinderen altijd prijzen hier. Kom. Nog één? Zo schiet je. De poetsie schot je. Ik weet niet wat de fuck jij hebt geraakt, maar het ziet er niet goed uit, jongen. Wat vertellen we? Wie de fuck is dat, man? Snotnozen! Hey! Ja, Fatma, ik kan hier niet praten. Ik bel je later. De fuck moet ze? Of we uitgespeeld waren en aan de slag gaan. En die kunst moet er weg, want dat merkt die clan meteen. Fuck! Dat is die auto van die motte, ja? Duitsers met een pistool en vrouwen. Altijd spelbrekers. Wij waren nog niet uitgespeeld. Terug naar onze Viagra-villa. Guns goed verstoppen. Mooi boy doet zijn ding en onze villa goed afsluiten. Wat heb je hier een bitch van laatst, man? Hé, hey, vrouw, we zeggen al niks meer. Onze mond is dicht. Helemaal dicht. Hypne. Hey, ik verstond dat, hè? Hey, waar gaat het heen als die Hollanders ons ook nog eens kunnen verstaan in onze eigen taal? Ze integreren nu in ons, toch? Ze is fucking eng, jongen. Hé, hey, luister dan. Zorg gewoon dat ik zo meteen het woord heb. Ik ben eenmaal een goede prater. Jij moet gewoon je mond houden, ja? Jongen, overal waar jij je mond op doet, groeit er niks meer, man. Loop, lang. Zo heren, ik weet niet of ik echt gelegen kom. Maar ik denk dat ik iets heb om jullie dag op te vrolijken. Hoe weet jij dat we geen vrolijke dag hebben, Pipo? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar iedereen wordt blij van een gouden tip. Je moet wat minder met gebaren praten, vriend. Hand omlaag, man. Hoezo? Hij kan dat toch tegen mij zeggen? Ik sta hier, ik ben geen geest of zo. Doe wat je gezegd wordt, joh. Karanabu, Kusrabak, maar hij houdt nogal van met zijn handen praten hier zo. Oh, nou ga jij in ene voor mij praten. Ben je een papegaai of... Stop gewoon met die lichaamstaal van je, man. Welke lichaamstaal? In ieder geval, Karanabu, sorry. Wij zijn hier omdat we een gouden tip hebben. En wij denken dat jij dat heel interessant gaat vinden. Daarom zijn we hier gekomen. Oh, nou ga je in ene als een homo praten of zo. Ik heb een bak voor het geld. Zit erin dan! Respectloze handen. Kom terug als je respect hebt. Doe normaal, man. Ik ga niet mijn kist in voor jou. Dat hoeft toch ook niet? Maar we kunnen toch niet als een poesie tegen doe ze praten? Doe niet als echt de gangster met die handen hier en daar. Wat is ik er met praat jou? Ik praat helemaal met mijn doe handen. Doe gewoon rustig. Weet je wat? Ik haal mijn handen onder de tafel, maar we gaan nu praten. Heer, het zit zo. Wij willen graag zaken met jullie doen. Ik weet iets waarop we met z'n allen wat rijker kunnen worden. Maar het enige wat wij willen is bij jullie clan horen. We hebben gewoon duidelijk wat backup nodig. We doen geen zaken met dames. Hoe bedoel je dames, opa? Waarom komen jullie naar mij? Ik weet de tip over de zwarte toto. En het mooie is... Ga naar huis. Wat bedoel je, ga naar huis? Je kan me niet wegsturen, ik ben geen homo. Nee, is goed, Karanabu, is goed. Nee, niet is goed, Karanabu. Nou, loop door, nee, ik ga niet zo... Loop door, man, loop, jongen. Wat heb ik aan jou, man, poesie? Je verpest alles, jongen. Volg gewoon instructies, man. Kut, la, 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 la. Als jij nou niet zo bij de hand doet... Jongen, die fucking deur is open, man. Hé, hey, de guns zijn weg, man. Goeie nieuws is, je broertje ligt hier wel. Fuck, weten ze nu dat we ratten zijn? Hou vast, ik word gebeld. Hey.
Ahmed! Waar blijf je, man? Iedereen staat klaar. Kom snel, man. Ik wil beginnen, man. Ahmed heeft het idiote idee om een Hollandse rapclip te maken. Maar hij is geen rapper, want hij kan geen maat houden en hij komt niet eens uit Holland. Ik ben rapper en ik ben Ahmed van Holland. En is de beste single producer van Holland. Mitch, give it up for Mitch allemaal. Dan roep ik nu naar voren. De Turkse Miss Holland en mijn Hollandse nichtjes. Kom maar naar voren, schatjes en dansen, dames. Mijn naam is Ahmed en ik ben een echte hozelaar. Boekoe op de bank, want ik heb mijn tonnen klaar. Ik doe de werkvrouw naar elke vrouw. Hey, zeg nou eerlijk. Dit is toch de kakkaste, wackste, slechtste clip die jij ooit hebt gezien. Hey, fuck you, man. Een echte clip moet opvallen, man. Het moet altijd opvallen te mooi zijn. Ja. Of ik hem even wilde helpen met zijn kakka-videoclip. Luister dan, ik zou jou helpen als jij mij gelukkig zou maken, vriend. Dan moet je precies luisteren naar wat ik tegen je zeg, ja? Ja, oké, pak je telefoon en bel Serpil op. Wie is dit? Hey, Serpil, mijn man moet... Alles goed?